Dagcentrum De Giek biedt plaats aan 15 mensen die hier overdag een zinvolle dagbesteding krijgen aangeboden. De mensen wonen hier in de omgeving. We gaan hun 's morgens ophalen met de bus en we brengen hun 's avonds terug. De activiteiten die wij aanbieden zijn heel divers. Onze gebruikers zijn zelf ook heel divers, dus wij proberen wel activiteiten op maat aan te bieden. We doen hier verschillende activiteiten. We proberen zo individueel mogelijk te werken. Dus we kijken ook wel naar wat wil iedereen doen hier in het dagcentrum. Als we hier rond ons kijken, zien we bijvoorbeeld Sylvie die een beetje aan het prikken is. Niet alleen activiteiten worden aangeboden, maar ook ontspanningsmogelijkheden zoals wandelen of bepaalde activiteiten. Of Gert doet heel graag fietsen. Wij gaan in september verhuizen naar de Thomas Boslaan, naar een nieuwbouw waar 2 diensten gaan gehuisvest worden, zowel de ambulante dienst Sherpa als dagcentrum De Giek. Polyvalente ruimte van onze nieuwe Giek, van onze nieuwbouw. En dat is ook meteen het hart van dit gebouw. Wij gaan verhuizen omdat wij in capaciteit gaan verdubbelen. Er zijn heel veel mensen die nood hebben aan dagbesteding, die niet terecht kunnen in het reguliere werkcircuit. En wij samen met VIPA kunnen wij daar een antwoord op bieden. Dus daar komen heel wat plaatsen bij. Deze plaats wordt te klein. De nieuwe plaats, daar gaan we werken in verschillende ateliers. De ateliers worden zeer specifiek uitgewerkt. De ruimtes zien er totaal anders uit als hier. Heel groot, heel rustgevend. We hebben veel meer mogelijkheden. Ook de buurtwerking merken we nu al dat we een warm hart krijgen toegedragen. Afgelopen week zag u meermaals hoe het provinciebestuur aandacht geeft aan mensen met een beperking. Wij geven subsidies voor bijkomende opvangplaatsen. Wij stimuleren de samenwerking tussen diensten, organisaties en vrijwilligers. Wij helpen gebouwen en speelpleinen aanpassen, zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen. En ik moet toch wel zeggen dat de laatste 6 jaar 4 miljoen geïnvesteerd is voor het welzijn van mensen met een beperking. En wij doen dat omdat we weten dat onze Limburgers houden van een zorgzame en toegankelijke samenleving.